Yo, Kees van IMT, vandaag ben ik hier met Party Games. We gaan eens even kijken als ik weer een kan winnen met Party Games. Ik ben enorm noob in deze minigame. Oh, iemand anders schiet er van mij weg. Ik had totaal geen pijl en boog schieten in Minecraft. Reken op een hele hoop gefaal. Ik heb echt één bot nodig, zo ongeveer. Ik wou iets wel raken met pijl en boog. Als ik eenmaal maar de slag te pakken heb, dan lukt het vaak wel. Of als anderen voor mij ook raken, ga ik volgens mij ook harder. Dat is met andere woorden. Mijn windkanten zijn behoorlijk groot. Oké, dat mis. Daar. Oh, mis ik nog. Dat is op zich best wel knap. Oké, ik heb eigenlijk al gewoon gewonnen. Woehoe, I did it. Ik weet alleen niet hoe. Hoeveel is de rest eigenlijk? Oké, dood dieren. Oh, dierenbeul. Wat ik er ben. Ik moet dieren doden. Ik doe het niet. Maar ik wil toch winnen, maar dan moet ik het toch maar doen. Min 50%. Jezus, ik heb hier geen mazzel aan deze kant. Ben ik maar blij dat ik... Oh, min 50% was dat. Dat is op niet zo heel erg handig. Oké, varkentje knor. Knor. Als je hier kill aura hebt, dat is echt zo handig, lijkt mij. Koe. Nee, dan niet. Dan geen koe. Dan geen koetje, boe. Ah, nee, die moet ik daar niet hebben. Dat is heel slecht. Het is wel heel gevaarlijk voor mijn punten. Had ik nog steeds een koe? Volgens mij wel. Ik weet niet eens. We hebben jou een paar keer geraakt. Kan dat kloppen? Nee. Oh, soms rennen dieren gewoon. Aha. Eerste. Woehoe. I am unbeatable. Oh god. Ja, er staat om tegenstanders te slaan vanaf golf 14. Ook lekkere vertaling. Ronde 14. Wave. Wave, letterlijk vertaling is golf. Maar hier bedoelen ze ronde. Eigenlijk. Nederlands is lastig. Mag ik even kijken. Ik wil heel graag een paar mensen gaan slaan. Maar dan moet ik nog 12 rondes voor wachten. Ik dacht niet echt op te wachten. Om zo lang te wachten. Dus ik hoop dat mensen snel een beetje doodgaan. Maar zeker maar met z'n vijven. Dus op zich zou dat niet zo heel moeilijk moeten zijn. Zou men zeggen. Ah, die is toch te snel. Die kant op. Zo ver mogelijk weg van de rest. Ik sta eronder. Ja. Nieuw, plop. Maar geen Optifine had je gewoon lek gehad. Jongen, dat wil je niet weten. Hi. Zo, even kijken. Waar komt die? Daar. Oké, dit gaat nog steeds echt veel te langzaam. Er moeten echt mensen dood. Hé, op de helft voor het slaan. Woehoe. Ik sla jou helemaal de moeder. Oké, daar staat dus niemand. Daar is aan het 3 naar 2. Niet echt de beste oplossing. Maar oké, we nemen het ervan. Oké, wave 10 als het goed is. Ja, wave 10. Maar 4 seconden de tijd. Al die particles. Terugtrekken. Nee, weer niemand. Dat is toch wel heel na trouwens. Wave 12 al. En iedereen leeft nog. Oh my god, dit gaat zo meteen hectisch worden. Als ik hier eerste dak word, dan heb ik echt iets heel goeds gedaan. Wat? Nog over samen met hem. Jee, eerste. Maar toen ving hij een sneeuwbal op zijn hoofd. Zo, dat is toch ernstig, jongen. Een sneeuwbal op je hoofd. Holy shit. Ik zie wat je daar gewoon een eenhoorn. Oké, dat was wel heel jammer, die opmerking. Wow, wat gebeurde daar dan? Ik heb geen flauw idee.
Ik weet wel dat ik derde sta. De correctie tweede. Zo'n booster zou op zich wel... Anders ik hem goed kon gebruiken. Nu even die plus 10 pakken. En die had ik dus niet. Hey, ik zei eerste. Wat? Hoe dan? De correctie stond eerste. En volgens mij sta ik de eerste. Nee, nog steeds niet. Ik moet niet die kleine puntjes oppakken. Ik moet die plus 10 eigenlijk hebben. Dat is wat ik nodig heb. Niks meer. Wat? Ik ben eerste. Oh my god, hoe? Verbaas ook nog dat steeds niemand geracequit is. Verbaas me op zich ook nog steeds heel ernstig. Oké, vleermuisjes vangen. Dat is echt irritant in heel Minecraft. Die vleermuizen slaan. Die dingen hebben zo'n kleine hitbox. Even hitbox aanzetten. Kunnen ze wat zien. Even zoeken. Vleermuisjes. Vleermuizen. Het gaat dood. Wat eten vleermuizen eigenlijk? Insecten toch? Of fruit? Voor mij heb je ook vleermuizen die fruit eten. Dat heb ik trouwens helemaal niet eens. Oh, dat is bad. Bad, bad. Dus eerst die 25 punten even of zo. Of iets in die richting. Ik weet niet eens. Oh, 10 seconden nog. Nu gewoon dat ik AFK ga staan, heb ik gewoon gewonnen. Waarom weten mensen deze truc niet? Dat je gewoon hitboxes kunt aanzetten. Dan weet je precies waar je moet klikken. Kijk, en dan zit je weer uit. Gewoon een debug mode van Minecraft. Gewoon gebruik van maken. Oké. Okay, dat staat dus helemaal niet. En ik voel dat ik moet niezen. Ook dat is niet zo heel erg vrolijk van. Kijk, als mensen dan gewoon springen... Dan doe je veel minder damage. Aan die vloer. Maar nee, iedereen loopt. Soms moet je een keer lopen. Maar altijd zoveel mogelijk proberen te springen. En die blokken gaan heel hard achteruit. Zo te zien. Holy shit. Voor mij is het best wel een irritante minigame om te kunnen winnen. Oh. Ik had er nu toe door alles nog steeds gewonnen. Jij bent %% light purple, %% roze. Goede vertaling, Jezus. Je hebt me een koekje verdiend, Hypixel. Is dat een punt? Nee, dus. Dat was ook geen punt. Volgens mij zijn die kleine biggetjes extra punten, dacht ik. Nee, dus. Die super bacon. Oh, ik heb er twee. Wat? Dat ik helemaal niets had. Dat is vier. Vijf. Ik weet nog niet hoe goed ik eigenlijk speel, maar... Zeven al! Wat de heck? Hoe dan? Hoe doe ik dit? Gewoon zo goed. Hoppa, nog eentje. Nog eentje erin. Ik heb alles tot nu toe nog steeds gewonnen. Zou ik die laatste nog kunnen winnen? Who knows? Oh, wacht, dat is deze. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Spel. Dit is echt een hele annoying. Echt heel erg afhankelijk van waar je spawnt. Zo snel mogelijk wat kunt claimen. Dan wordt deze minigame echt best wel makkelijk. Ik ben echt zoveel mogelijk land nu te claimen eigenlijk al. Wat dit allemaal voor mij is. Ik ga het even zo doen. Kijk, hij denkt ook slim te zijn. Die land is sowieso kwijt. Kijk. Is aan. Dat heb ik ook heel duidelijk gehoord. Ik heb gewoon eigenlijk alles gewonnen. Flawless win. Hoe dan?
Flawless. Het is ook echt ongelofelijk. Kijken wat ik had. Niemand die kon eigenlijk wat doen. Nou, ik heb heel duidelijk gewonnen, zo te zien. 600 coins erbij. Plus 5000 en 2500 XP. Woehoe. Maar even laat een like achter, niet te abonneren en op het belletje te drukken. En tot de volgende keer. Doeg.